Dan hoor ik echt die nagalm. Al 60 jaar lang, vanaf zijn 14e, speelt Bert Riphagen op het kerkorgel. En in al die jaren raakte hij nooit op het instrument uitgekeken. Orgelspelen is 7% emotie. Ik hou van de romantische orgelmuziek. Dus moderne muziek is voor mij, daar ben ik ook niet mee opgegroeid. Dus dat is voor mij een beetje vreemd. Spelen, wat ik dus ook heel graag doe, dat is improviseren op een lied. Dan de versie van Bert. Ik heb het sprankeliger gemaakt. Dus wat past erbij en hoe ga ik dit uitvoeren? En dat is, de kick die je daarvan krijgt. Hè? En dan hoop ik dat de dominee leuke liedjes heeft waar ik lekker kan op improviseren. Kijk, dan moet ik. Ik ken het natuurlijk wel. Mag mijn Gert even helpen? Nou, ik doe iets anders. Van Bach. Je hebt het over Bach, hè? Een aria van Bach. Een hele mooie aria van Bach. Ik doe even opnieuw, sorry. Ik doe even Piet Hein even opnieuw. Mag dat? Mag dat? Piet Hein opnieuw? 1, 2. Nou heb je niet meer die volle kerken zoals je dat eerder hebt, maar als je dan veel mensen in de kerk hebt zitten, dan krijg je dus een kick van het orgelspelen. En automatisch ga je dus dan ook, nou, ik wil niet zeggen beter je best doen, maar beter. De adrenaline spuit dan een beetje meer. Ja, daar ben ik s'avonds na afloop ook vaak wel. Ja, daar ben ik wel een beetje moe van. Dat klonk mooi, hè?